Ja, ze gaan die scores omhoog. Nederlanders laten jullie niet kennen. Ook vijf mooie opgaves voor jullie. Zoek het woord dat past tussen stoep en pak. Krijt. Rand. Zeer goed. En dat is meteen 30 punten natuurlijk, hè, zoals je zo snel ziet. Je mag ook achteraan beginnen. Dat is een heel goed systeem. Krijtpak of stoepkrijt. Tweede woord, tussen stoel en laken. Hoes. Hoes. Ja, hoppa. 60 in het totaal. Stoelhoes en hoeslaken. Mak. Puntje, puntje, puntje. En vers. Makreel, ja. Makreel, zegt ze. Makreel? Het zijn maar vier lettertjes. Ja, ja, dat is een moeilijke. Kersvers. En dan krijg je makkers. Ja. De vierde. Kaarstherapie. Oh, licht. Licht, kaarslicht en lichttherapie. Ja, ja. En nog eentje. Links en beentje. Buiten. Buiten. Links buiten en een buitenbeentje. Of een links buitenbeentje. Dat kan je ook hebben. 120 punten. Ja. Dan vergroten ze hun voorsprong weer en krijgen we deze tussenstand. Vlaanderen heeft 230 punten en Nederland 270 punten. Mooi weer meegenomen. Antoinette, zolang het grammaticaal klopt, is alles oké. Maar wel met deze 12 woorden. Kinderen die hun glazen gooien, knoeien met eigen pakjes drinken. Ja. Mooi. In vrolijke. Dat is het volgende verhaal. Ja. Kinderen die hun glazen gooien, knoeien met eigen pakjes drinken. Ja, dat klinkt allemaal goed. Het slaat ook nergens op eigenlijk, hè. Maar het is wel goed voor 30 punten. We hadden natuurlijk weer gespeeld met al die woorden. Vrolijke kinderen die met pakjes drinken knoeien, gooien hun eigen glazen in. Ja, dat had ook gekund, maar het moet dus niet. Nederlands ploeg is goed bezig. Marion maakt het heel mooi af, maar dan wel met deze. Oeh, 330 voor Vlaanderen, 370 voor Nederland. We spelen nu allemaal samen, allemaal tegelijkertijd, behalve Anita en ik, want we weten de oplossingen al. Nou, daar gaat hij dan. Dit eerste woord. Applaudisseren, is dat goed of fout? Altijd rukken natuurlijk ook. Hè. Ik zie tweemaal fout. En dat is jammer, want dat is goed gespeeld op deze manier. Ja. Dus de meeste punten gaan naar Vlaanderen. De volgende dan. Dédain. Alle zes denken dat het goed is en alle zes hebben ze het goed. Ja, een Frans woord dat gangbaar is geworden, het Nederlands verliest juist zijn accenttekens. In tegenstelling tot hoe het vroeger was, zag je wel een accent. Kaviaatjes. Ja, was gewoon een gok. Mag ook. Kaviaatjes. Die schatjes toch. Hoe spel je die? Iedereen zegt fout. Jullie hebben het ook allemaal goed, ja, zeg. Wauw, wat een punten worden hier uitgedeeld. Ja, maar dat is het. Ja, dan gaan we lekker verder met co-assistent. Wel drukken, dames, want je kan beter iets gokken. En voor hetzelfde geld gok je natuurlijk goed. Jullie zeggen allemaal dat het goed is. Ja, zo het was het wel. Aan elkaar. Zo is het niet meer. Zo is het niet meer. Een afleiding van een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong. Bedriegelijk. Kijk maar. Bedriegelijk. Bam. Oh, Antoinette. Driemaal goed, viermaal goed en tweemaal fout. Het is niet correct op deze manier. Bedriegelijk. Ja, bedriegelijk. Bedriegelijk. Ja, ik zeg het nog, het is zo bedriegelijk. Ja. En de laatste. Nee hoor. Met open ogen tuin ze erin. De laatste. Tendensen. Dat is natuurlijk heel goed, Antoinette. Dat is fout. Oh, met een S. Ja. Laten we eens even kijken. Oeh, kijk eens. 520 voor Vlaanderen, 550 voor Nederland. Ja. De hoogste individuele score, want we hebben een finalist nodig. Aha. Annemiek, Antoinette of Marion. Met 270 punten. Dat is echt ongekend. Dat is heel veel. Nou, Marion, jij mag het gaan doen. Ja. Fijn, hè? Ja. Kom maar de vraag. Ja, het is nu helemaal zo. 810 punten voor Vlaanderen, maar 850 voor Nederland. Mooi, ja. Kijk eens,
voor jullie. Geniet ervan, geniet van de eer. Ik heb voor jullie genoten, dankjewel. Annemie Schrijver, Antoinette Hetzenberg en Marion Luttke. Ja, ja. Mooie wedstrijd weer. Top.